Jet, we deze dag 10 zit er alweer op. 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar, man. Hallo lieve Gewoon Thomas kijkers. En super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video in deze Extreem Thomas maand. En ik kan je vertellen, dit wordt niet zomaar een video, maar een hele speciale video. Jet, we deze dag 10 zit er alweer op. Het is weer voorbij. En het was echt een heel mooi jaar. Ik heb echt enorm genoten tot nu toe van 2018. Er is zoveel gebeurd. Er zijn zoveel video's die ik weer voor jullie heb mogen maken. En we hebben gewoon de 200.000 abonnees gehaald. Hoe groter de Gewoon Thomas familie, hoe gezelliger. Dat de laatste dag van het jaar eraan komt, is precies het thema van deze video. Want het onderwerp voor deze versus vrijdag video is hoe wij oud en nieuw vieren als kind versus nu. En ik kan je vertellen, er veranderen heel veel dingen. Helaas, maar ook heel erg leuk, heb ik gisteren het Extreem Thomas kerstpakket al weggegeven voor deze maand. Dat heb je kunnen zien in de weekvlog die gisteren online is gekomen. Dus kan ik helaas in deze video niks weggeven voor het Extreem Thomas kerstpakket. Maar omdat het nog steeds de Extreem Thomas maand is, vond ik dat een beetje jammer. Dus ik bedacht me, ik bedenk daar eventjes wat anders op. En in deze video ga ik dit Gewoon Thomas t-shirt weggeven nog. Wil je hier kans op maken, dan moet je gewoon precies hetzelfde doen als je voor de andere video's moest doen. Natuurlijk eventjes een duimpje omhoog doen, hier beneden abonneren en op het belletje drukken, zodat je op de hoogte kunt blijven van elke nieuwe video. En je moet antwoord geven op de volgende vraag. Wat zijn jouw goede voornemens voor 2019? Laat het even hier beneden weten in de reacties. En wie weet ligt deze wel binnenkort bij jou op de deurmat. De allerlaatste dag en avond en de eerste ochtend van het nieuwe jaar komen eraan. En bij elkaar samengevat noemen we dat natuurlijk oud en nieuw. Ieder persoon kijkt anders naar oud en nieuw op. De ene denkt zoiets, ja, niet boeiend, ja, we vieren gewoon een feest, het is weer het nieuwe jaar. Een andere persoon ziet het weer als een hele grote gebeurtenis. We sluiten het ene jaar af en het nieuwe jaar gaan we beginnen en dan gaan we heel anders in. Ik ben persoonlijk zo iemand, het jaar zit er weer op, het was een super tof jaar en volgend jaar gaan we het nog leuker maken. Maar wanneer je wat ouder wordt, ga je ook anders naar de wat details kijken hoe je zeg maar oud en nieuw viert. En dat zijn precies de onderwerpen die ik wil bespreken in deze video samen met de Gewoon Thomas familie. Allereerste onderwerp is natuurlijk het opblijven tot 12 uur. Ik weet nog, als kind was dat echt een ding. 12 uur, dat was echt super laat. En dat duurde heel lang. En het was zo knap als je dan nog wakker was. En zeker als je om 12:30 nog wakker was. Oh my god. Maar tegenwoordig is het zo 12 uur. Mam, is het tot 12 uur? Lieverd, ga je het volhouden tot 12 uur? Als het 12 uur is, dan kan ik het vuurwerk zien. Al het hele mooie grote vuurwerk. Lieverd, je kunt dus ook gewoon eventjes gaan slapen. En dan maak je wakker als het 12 uur is. Nee, mam, ik ga echt opblijven totdat het 12 uur is. Lieverd, ga je het volhouden? Mam, ik blijf echt wakker totdat het 12 uur is. Lieverd, gaat het nog? Ja? Ja, mam. Ik blijf echt wakker totdat het 12 uur is. Lieverd, gelukkig nieuw! Ja. Nou, lieverd, wat zijn je plannen voor vanavond? Nou ja, gewoon even chillen met jou, dan aftellen voor oud en nieuw en dan met mijn vrienden de stad in. Oké, maar maak je niet te laat. Je weet dat ik het fijn vind als je een beetje op tijd thuis bent. Mam, het is oudjaarsavond. Ik bedoel, natuurlijk wordt het laat. Of vroeg, beter gezegd. Oh, je maakt het vroeg dus. Dus je bent op tijd thuis. Dat is zo fijn. Ja, in de ochtend. Oh. Oké. Daar gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar, man. Gelukkig nieuwjaar, lieverd. Nou, hele fijne avond nog. Ik zie je morgenochtend. Oh, ja. Cheers. Nou is deze volwassen Thomas wel erg ongezellig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf er enorm van hou om het echt nog even goed met mijn ouders te vieren, mijn familie. Of natuurlijk met mijn vriend Rutger. Maar uiteindelijk wil ik ook wel het nieuwe jaar gaan vieren en we gewoon lekker de stad in, lekker dansen met vrienden en gezellig hebben natuurlijk. Het is eerst een heel ding om wakker te kunnen blijven, maar uiteindelijk wordt het een heel ding dat je naar bed moet gaan en je het eigenlijk zelf niet nodig vindt, want je bent nog heel erg wakker.
Elk jaar sta ik zelf voor een enorme struggle met oud en nieuw. En vooral bij ons is het een enorme struggle, want elk jaar hebben wij een soort van thema bij ons thuis met oud en nieuw. Vorig jaar was dat glitter en nieuw en dit jaar is dat goud en nieuw. Vroeger was ik nooit bezig met wat ik aan had met oud en nieuw. Ja, ik weet wel dat we thuis altijd wel wat netters, wat moois aan hadden, omdat het natuurlijk een feestavond was. Maar ik was niet echt mee bezig. Tegenwoordig zoek ik alle webshops af, zoek ik alle kledingwinkels af om de juiste outfit te vinden voor oud en nieuw. Want ik wil natuurlijk dan het beste eruit zien, want ik wil het jaar natuurlijk heel modieus en goed ingaan. En je kunt niet ontkennen dat jij dat ook herkent, dat je voor je kast staat op oudjaarsavond en dat je je beste outfit wil aantrekken. Lieverd, het is oudjaarsavond en dan trekken we altijd onze mooiste kleding aan. Precies, dus ga maar eens even wat moois uitkiezen. Wat zal ik aan gaan trekken vanavond? Ik weet het. Ik pak mijn favoriete shirt, mijn favoriete broek en natuurlijk mijn favoriete pet. Dit is het. 12 seconds later. Mam, ik ben klaar. Oh, ja! Vernieuwend! Leuk, lieverd! Oud en nieuw. Wat moet ik aan vandaag? Ik ga gewoon in de kast zoeken. Nee. Deze. Nah, nee. Dat vind ik niet leuk. Oh, ik weet het gewoon niet. Deze. Dit is misschien wel leuk. Het is zo moeilijk. Ook niet. Het is allemaal gewoon niet. Ik kan gewoon niet kiezen. 2000 years later. Nou, oké. Laten we dan toch maar deze doen. Het positieve hieraan is dat je er gelukkig altijd wel uitkomt. Het duurt alleen de ene keer wat langer dan de andere keer. Kleding is en blijft gewoon voor iedereen een dingetje. Voor sommige mensen is dat misschien totaal niet zo. Die hebben zoiets van, ja, kleding, het interesseert me niet. Het gaat me gewoon dat ik een gezellige avond heb. Maar voor heel veel mensen is dat toch een heel erg belangrijk onderwerp. En want vaak hangt het er toch vanaf of je je lekker voelt of niet aan wat je aan hebt. Als ik iets aan heb waar ik me helemaal niet fijner voel, dan voel ik me de rest van de avond ook niet chill. Dus ik herken dat onderwerp persoonlijk zelf heel erg. Ik ben heel benieuwd of jullie dat ook herkennen. Laat het even weten hier in de reacties. Dit jaar heb ik hele foute kleding aan. Wil je zien hoe het uiteindelijk eruit gaat zien? Volg me dan eventjes op Instagram, want ik zal op oudjaarsavond daar even een foto posten. Oud en nieuw zonder vuurwerk is natuurlijk geen oud en nieuw. Elk jaar willen we het nieuwe jaar knallend ingaan. En hiervoor hebben we natuurlijk vuurwerk nodig. Als volwassen persoon ga je wat anders om met vuurwerk dan hoe je dat als kind deed. Ik ga deze aansteken. Ik mag eigenlijk niet van papa, maar ik ga gewoon voor het eerst een rotje aansteken. Ik weet niet of jullie het herkennen, maar vroeger ging ik persoonlijk altijd de straat op als kind met een paar andere vriendjes om van die kleine vuurwerkdingetjes af te steken. Van die knetterdingen op de grond gooien, gewoon kindervuurwerk was het. Hierbij wil ik wel gelijk even waarschuwen, vuurwerk is geen speelgoed. Het is heel erg gevaarlijk, dus let hier altijd goed mee op als je dit gebruikt. En als je wat jonger bent, doe dat dan vooral even onder toezicht van een volwassene. Als kind gebruikte ik zelf ook kindervuurwerk, waar mijn vader dan bij was en zo. En ik vond het zelf heel erg spannend. Ik stak iets aan en ik ging zo snel mogelijk weggooien. Ik had het soms nog niet eens aanstaan, zo snel ik het weggooide. En wanneer de knal kwam, vond ik het echt gewoon een enorme knal. Echt een explosie. Maar tegenwoordig verandert daar gewoon heel erg veel in. En dan heb je een heel klein rotje en het interesseert mensen al vaak niet meer. Ik zie soms jongeren over straat lopen met rugtassen vol met rotjes. En dan gooien ze gewoon eentje weg en ze kijken er niet eens meer naar. Een oud en nieuw zonder vuurwerk is geen oud en nieuw. Maar een oud en nieuw zonder oliebollen is natuurlijk ook geen oud en nieuw. Elk jaar weer staat er een bak met oliebollen op tafel. Op oudjaarsavond, maar vaak ook een paar weken daarvoor. Ik ben persoonlijk gek op oliebollen, maar er is één ding waar ik elk jaar weer tegenaan loop. Oliebollen. 12 seconds later. Oeps.
oliebollen. Oké, daar gaan we. 12 seconds later. Weet jij hoe je een oliebol wel normaal kunt eten zonder helemaal onder poedersuiker te zitten? Laat het dan hier beneden even weten in de reacties. Ik kan alle tips gebruiken. En ik weet ook zeker dat iedereen dit wel herkent. Want het ergste is vaak dat dit overkomt wanneer je ergens op straat loopt. Of wanneer je naar een afspraak moet en je eet een oliebol dan ergens nog in dat poedersuiker zit. Van kind tot nu verandert er echt enorm veel aan het vieren van oud en nieuw. Maar wat niet verandert is dat het elk jaar toch weer een hele leuke feestdag is. En dat je elk jaar weer blij mag zijn dat er weer een nieuw jaar is die je met z'n allen kan gaan vieren. En dan was dit ook gelijk de laatste Versus Vrijdag van Extreem Thomas maand. Vonden jullie de Versus Vrijdag serie nou leuk? Laat het me dan vooral eventjes weten, want misschien ga ik het in 2019 gewoon voortzetten. Voor nu wil ik jullie echt enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Dit is natuurlijk niet de laatste video van het jaar nog, want volgende week komt er nog één video online in 2018. En dat is ook gelijk de allerlaatste Extreem Thomas maand video. Maar dat wil niet zeggen dat het erop zit, want in 2019 komen er weer heel veel leuke dingen aan. Hou je maar vast. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot een splinternieuwe video. Au, doei!